samen weerbaren. Niet alleen de gemeente, politie en het OM, maar ook de bewoners zelf, de inwoners. Maar ook het bedrijfsleven tegen de ondermijnende criminaliteit. Een ontploft drugslaboratorium of een schuur met hennep, prostitutie of mensenhandel. Dat is allemaal om ons heen en we willen allemaal dat we er wat aan doen. Nou, dan moeten we eerst weten wat het is en dan kunnen we er met z'n allen wat aan doen. Vandaag staat centraal bewustwording, kennis en vooral ook netwerken. Op zo'n dag waarin we met elkaar nadenken over de belangrijke ondermijningsthema's, met alle partners van het RIEK en van Samen Weerbaar, die elkaar overlappen, ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Zeer verschillende presentaties en de mogelijkheid om met elkaar ook discussie te voeren. In ieder geval handelingsperspectief te geven. Nou, een workshop over ondermijning, over wat de veelzijdigheid van ondermijning is en ook eigenlijk wat onze functie als zijnde handhaving op straat binnen ondermijning kan zijn. Ja, wij hebben hier de uitbuitingscontainer staan en daarbij laten we de drie vormen van uitbuiting zien: arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting. Wij proberen daarmee de awareness te vergroten en ook mensen echt signalen mee te geven wat ze kunnen herkennen bij deze vormen van uitbuiting. Vooral praktisch, hè? Leer van elkaar. We zijn niet elkaars concurrenten. Het is niet de ene gemeente die het beter doet dan de ander, maar kijk wat er allemaal om ons heen gebeurt. Hoe georganiseerd het gaat. Ja, want je praat al heel snel over veiligheid voor onze inwoners. Dus belangrijk om dit soort dingen wel goed en tijdig te signaleren. En wat wij moeten doen als gemeente is tegen die georganiseerde criminaliteit een georganiseerde overheid zetten. Nou ja, dat hoop ik in deze twee dagen die ook interessant moeten zijn te bewerkstelligen. Vanmorgen ging het ook over gemeentelijke aanpak, over regionale aanpak, wat het RIEK kan betekenen. Maar ook interessant, het ging ook over onderzoekers van de Radboud Universiteit, gedragsverandering. Hoe bereik je dat? Toch in de praktijk komt de theorie van pas. Juist om door de straat op te gaan, juist om gesprekken te voeren. Dat we ook heel praktisch heel veel mooie kenmerken kunnen laten zien. En dat dat inderdaad straks wel zijn vruchten af zou moeten gaan werpen. Juist ook om te zeggen van ja, oké, wat kunnen we aan elkaar verbeteren? Wat kunnen we elkaar ondersteunen? Gezamenlijke energie op de thema's, actiegericht, lekker pragmatisch met elkaar bezig zijn. Ja, dat geeft een heel positief gevoel natuurlijk. Zeker.